Rob Dieperink, 30-jarige scheidsrechter, die heeft gefloten voor het begin van die wedstrijd. En Sparta gelijk de lange bal naar voren. Stankov trapt naar voren richting een snelle seintje. Gaan we hier gelijk eens een kans krijgen? Misschien een doelpunt? Ja! Het is 0-1 voor Dordrecht in minuut 1. Wat is dit? En het is weer Jeremy Seintje die een paar maanden geleden ook al hier scoorde. In die wedstrijd tegen Sparta, tegen Dick de Advocaat. Maar Seintje weggestuurd door Stankov. Die hoekschop die vanaf de linkerkant door Renny Smit genomen gaat worden. Geen korte variant gaat het worden. Dus dan maar inbrengen richting de 16. Daar komt hij. Kan hij gekopt worden door de Breedek? Nee, hij blijft wel hangen. Motsma gaat schieten. Doelpunt. Het is een doelpunt voor FC Dordrecht. Lewis Motsma kan de bal zomaar binnentrappen. Nadat de bal half verlengd werd in het 16 meter gebied. De bal komt voor zijn voeten. Motsma denkt niet na. Ramt de bal binnen. Sparta FC Dordrecht 0-2. Er wordt maar niet geschoten en hier gaat de verkeerde kant op. Breinburg dan met een paas naar de rechterkant. Daar staat Royce Drenthe. Nou, je weet dat hij die bal met links gaat voorzetten. Je weet dat hij daar binnen gaat. Het schot van Drenthe gekraakt en die gaat erin. Die gaat erin. Dan is het 2-1. En is het uiteindelijk de bal die binnen wordt getikt door Tiroy Duarte. En dan is het toch wel heel duur balverlies. Dat Sparta leed met Stankov. Is dit geen buitenspel, zou je ook nog kunnen afvragen. Het schot van Drenthe gekraakt. En op de lijn staat daar Tiroy Duarte, die dan in de allerlaatste seconde van de eerste helft 1-2 maakt. Ja, de Nooier zal des duivels zijn op zijn aanvoerder Stankov. Rahi, daar komt die bal. Die is hard, die is scherp. Die wordt ingekopt. Die wordt ingekopt door Veldwijk. En daar is hij dan hoor. Lars Veldwijk met zijn hoofd. Getergd. Maar het is wel 2-2. De eerste de beste kans naar rust is binnen. En dan gaan er op een gegeven moment ook gaatjes vallen. Nu gaat Drenthe het van afstand proberen. Gaat die bal erin? Het afstandsschot van Royce Drenthe. Via het achterhoofd van een speler van Dordrecht. Volgens mij is het Otterwil. Is die bal van richting veranderd en scoort Royce Drenthe zijn tweede competitietreffer. Wie is de 3-3? Oh, bal van de lijn afgehaald zeg! De komma van Bredijk door de kleinste man Royce Drenthe van de lijn afgehaald. En nu is dat doel leeg als Sparta wil gaan counteren met Veldwijk. Veldwijk moet gaan scoren. Hij schiet de bal. Nee! Tegen een been aan die daar nog voor ligt. En dan wordt het een hoekschop. Spectaculaire schotfase is dit zeg. En er zal nooit meer over deze wedstrijd worden gesproken. Want Sparta pakt 3 punten in die thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. Het wint met 3-2.